zijn weer terug in het bivak. Ja, Gerrit, een dag met een beetje twee gezichten. Natuurlijk een paar nieuwe mensen in de cabine. Het ging niet helemaal zoals je hoopte. Oh, het ging op zich eigenlijk wel goed. Alleen Dickie zat in de cabine en die is ontzettend wagenziek geworden. Dus we zijn een paar keer gestopt om te kotsen. En uiteindelijk hebben we ons tempo wat aangepast, want hij was dood en doodziek. Ja, kan eigenlijk iedereen overkomen, hè? Want het gebeurt nog steeds bij mensen die ook heel veel ervaring hebben. Maar goed, ja, daar ben ik ook hiervoor uiteindelijk. Ja, maar dat is ook de bedoeling, dat we een beetje zouden oefenen. De tweede leg vanmiddag heeft Tjeerd genavigeerd. Daar kon Dickie een beetje bijkomen, wat pilletjes geslikt. En dat ging een stuk beter. Ja. Wat waren het voor proeven? Ik vond het wel vrij heftig. Navigeren was ontzettend kort op elkaar, dus je had geen moment tijd om te verslappen. En het tempo van de truck moest je eigenlijk aanpassen aan de navigator, anders was je gelijk de weg kwijt. Dan ben je kansloos. Ja. Dus jullie starten uiteindelijk achter de motoren en de quads. Hoe was dat? Ja, maar die hebben we helemaal niet gezien. We hebben niemand gezien. Dus we hebben in onze eigen, wat dat betreft heeft deze organisatie het perfect georganiseerd. Want we zijn eigenlijk niemand tegengekomen. Je bent in verschillende groepen gestart en je hebt totaal geen last van elkaar gehad. En de truck? Ben je tevreden over de truck vandaag? Ja, de truck heeft perfect gedaan. We kregen niks aan. We hebben net service gedaan. Hij is een beetje smerig geworden van het zand en het water. Maar meer ook niet eigenlijk. Wat is het plan van morgen? Want gaat Dick het weer proberen? Of, want ja, er zijn dingen die je kunt slikken. Er zijn allerlei remedies, middeltjes. Wat is het plan? Nou, morgen is het plan dat Tjeerd nog een dagje navigeert, dat Dickie nog een dagje kan bekomen in de truck. En dan op woensdag proberen we weer dat Dickie kan gaan navigeren. Morgen is een hele lange dag, hè? Morgen is een hele lange dag. Daarom doen we morgen Tjeerd, dat Dickie ernaast zit. Dan kan hij toch een beetje op de weg kijken. En op het pad kijken en dat hij dan niet misselijk wordt. Ja, twee proeven. Volgens mij 180 kilometer bij elkaar. En s'avonds nog een keer die avondproef waar de eerste om 11 uur vertrekt. Dus het wordt echt een latertje. Ja, maar ja, dat hoort erbij. Dat is het leuke van dit spelletje. Dus ik kijk er wel naar uit.